Als jij van gratis items houdt op Fortnite, dan heb je de juiste video aangeklikt. Want in deze video gaan we laten zien hoe jij vandaag ontzettend veel gratis dingen kunt unlocken. Dus als eerst smash nog eventjes op het duimpje omhoog. Dat zou natuurlijk heel erg gewaardeerd worden. Abonneren kan hier beneden en zak te veel gevraagd in de itemshop. En dit is de itemshop van vandaag. We zien ontzettend veel. Echt een soort van 3 of 2 itemshops in 1. Zo kun je het wel zeggen, qua grootte in ieder geval. Natuurlijk de Love Ranger, de Blade Bundle. Te koop. We zien de Christina, de Sizzle. En aan de andere kant zien we ook nog ontzettend veel dingen. En je kunt natuurlijk overwegen om onze code in te vullen wanneer je iets tof ziet. Wie dat hebben gedaan zijn Jurre Broek. Die heeft namelijk de Battle Pass nog eventjes gehad. Thanks a lot. Stijn, niet te vergeten natuurlijk. Thanks a lot voor het halen van de emotes. En Nathan, die heeft ons gesupport op Rocket League. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dus super bedankt, guys, voor het gebruiken van onze code. Over Rocket League, daar kom ik zo meteen nog eventjes op terug. Voor de rest, ja, ik heb ontzettend veel dingetjes dus eigenlijk. Belangrijke dingetjes, gratis items. Laten we direct gaan beginnen. Ja, we moeten eigenlijk gaan zingen vandaag, want Fortnite is 3 jaar geworden. En dan heb ik het over Fortnite Battle Royale. Het is vandaag 26 september en vandaag zijn ze dus 3 jaar geworden. Super, super tof. Maar er hoort natuurlijk wel een cadeautje bij. En normaal gesproken geef je een cadeautje aan iemand die jarig is. Maar ja, Fortnite die is zo aardig om ons cadeautjes te geven. Want we kunnen gratis items gaan unlocken. Namelijk als jij dit weekend sowieso eventjes inlogt, dan krijg je, als het goed is, gratis en voor niets deze emote. Dit is de Take the Cake emote. Dus ja, gewoon simpelweg inloggen en dan krijg je, als het goed is, deze. Weet ik niet 100% zeker, maar in ieder geval deze emote wordt gratis. Dus of je het nou met de challenge moet doen of niet, maar als het goed is, gewoon inloggen. Dat is natuurlijk niet het enige. Namelijk, we krijgen nog veel meer. Namelijk, hier heb ik een lijstje met challenges en gratis items. Daar gaan we eventjes rustig naar kijken. Play matches, dus letterlijk 10 matches spelen. Dan krijg je die spray paint. Super tof. Dance in front of different birthday cakes. Moet je die 10 keer doen, hè? Dan krijg je een wrap. En ja, die birthday cakes die zijn te vinden door de gehele map heen. Bij Point of Interest natuurlijk. Outlast opponents. Dus letterlijk potjes spelen en ervoor zorgen dat anderen doodgaan. En dat jij in leven blijft. Krijg je een grappige emote. En gain health or shield from birthday cake. Dus letterlijk van die taartstukjes opeten. En dan krijg je 80.000 XP. Dat is insane. Wanneer je deze challenges hebt gedaan, dan krijg je deze backbling. En dat is wel heel erg tof hoor. De birthday bash. En natuurlijk ga ik deze unlocken. Want ik wil gewoon letterlijk elk jaar weer alles van de verjaardag van Fortnite. Dat is een soort van, ja, ik weet niet, traditie of zo. Ik ga dat gewoon elk jaar doen. Dus dat is natuurlijk super tof. En dat kun je natuurlijk ook doen. Het gaat vandaag beginnen, namelijk 26 september, tot en met 1 oktober. Dus je hebt nog eventjes de tijd om deze dingen te unlocken. Maar wacht daar dus niet heel erg lang mee. Dan weet je dat. Laten we doorgaan naar het volgende dingetje. En ja, dit gaat natuurlijk ook over een manier hoe je gratis items kunt krijgen. Ik ben nog lang niet klaar. Hierna heb ik zelfs nog een topic over gratis items. Maar goed, vandaag gaat ook de Rocket League Llama Rama natuurlijk van start. En dit is natuurlijk in samenwerking met Rocket League. En dat is wel echt super tof hoor. Dus Fortnite en Rocket League gaan samenwerken. Ik heb het al eerder behandeld in een video. Maar er komen letterlijk vandaag dus challenges in Rocket League. En als je die doet, dan krijg je in Fortnite gratis items. En dat zijn deze items. Dus ik zou zeggen, download Rocket League. Het is namelijk nu free to play. Een super tof spel. Echt een van de betere spellen, denk ik, op dit moment. En ja, het is gratis. Dus dat is super chill. Je kunt challenges doen. Wat ook nog eens super chill is voor Fortnite. En je kunt ons daar ook supporten in de itemshop als je dat zou willen. Dus stel, je gaat daar misschien wel de Battle Pass halen in Rocket League. Wat ze ook daar hebben. Dan kun je natuurlijk ook ons supporten. Zou heel erg gewaardeerd worden. En stuur het bewijsje eventjes op naar onze Instagram. @teveelgevraagd. Maar goed, ja, ik heb alle challenges al een keertje behandeld. Het is redelijk, redelijk makkelijke challenges. Dus ik ga ze niet weer allemaal behandelen. Maar dan weet je dat in ieder geval. Vandaag dus veel gratis items te krijgen. Maar er komt nog meer. Laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat eventjes over de nieuwe Fortnite Championship Series. Namelijk Season 4 komt eraan. En wat houdt dit precies in? Nou, dit gaat zijn
Trios. Jawel, dat gaat het format worden, zeg maar. Dus dat is zeker weten nice. En er komen weer gratis items aan als jij bijvoorbeeld de finale gaat kijken op Twitch. Maar dan moet je natuurlijk wel je Epic Games account hebben gelinkt met je Twitch account. Als je dat hebt gedaan, dan kun je gratis items krijgen. En dat zijn deze items. Ja, dat zijn in principe dezelfde als in Season 3, zeg maar, Fortnite Championship Series. Alleen dan een ander kleurtje. Dus dan weet je dat een spray paint, een backbling en... hoe heet dat ook alweer? Een sticker of zo'n banner. Een banner moet ik zeggen. Dus dat is zeker weten tof. Qua tijden en zo. Ja, dat is volgens mij op 29 oktober pas. Tot 1 november. Dus daar kom ik denk ik overmorgen op terug. Wanneer het wat meer relevanter wordt, zeg maar. Maar dan weet je dat in ieder geval dat over enkele dagen kunnen we deze items pas krijgen. Maar ik kom er nog op terug. Goed, laten we doorgaan naar het laatste dingetje. En dit gaat jammer genoeg niet over gratis items. Maar goed, we hebben al genoeg gepraat over gratis, gratis, gratis. Nu gaan we het eventjes kort hebben over kritiek van grote Twitch streamers. En dit waren vroeger hele grote Fortnite streamers. Maar die zijn gestopt met Fortnite eigenlijk. Klein beetje. Maar ze gingen weer een keertje Fortnite spelen. En hun viel gewoon iets op. Laten we gewoon gaan luisteren wat hun te zeggen hebben. Bro, it still shocks me that like I was telling my chat about this. You can't like turn off the music at these like places. Yeah, I was gonna say this so is all so f***ing loud. But this is all so loud. Like it's just so loud. Bro, Fortnite needs to get the entire game is like noise polluted. Yeah. Just everything is just super loud when you're using it. Like the vehicles, there's little missions and too that will just you'll have the random and audio I cues. I still don't understand these random bots. Yeah. Well, not even. Ja, ze hebben het natuurlijk gehad over de audio. De audio is inderdaad op sommige momenten super, super luid. En ik irriteer me hier ook al echt jaren aan. Omdat sommige dingetjes, bijvoorbeeld auto's, boten, die zijn gewoon te luid. Gewoon te pijnlijk aan je oren. Ik kan er gewoon niet tegen. En ik heb mijn geluid dan redelijk hard staan, omdat je anders geen voetstappen hoort. Dus je moet je geluid wel hard zetten, maar letterlijk, je oren gaan gewoon kapot. Dus ik snap niet waarom Fortnite dit doet. Waarom zetten ze gewoon niet even een... Bijvoorbeeld, heel erg simpel. Ze moeten gewoon de voetstappen harder maken. En dan heb je een probleem opgelost. Want dat is de enige reden waarom ik mijn audio zo hard heb staan. Zodat ik voetstappen kan horen. Maar goed, ik hoop dat ze ooit een keer gaan luisteren. Maar waarschijnlijk niet. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Smash dan natuurlijk nog eventjes op het duimpje omhoog. Dat zou heel erg helpen. Abonneren kan natuurlijk hier beneden. Om helemaal niks meer te missen over Fortnite. En zak te veel gevraagd. In de item shop. En dat kan ook op Rocket League, wat ik toen straks al zei. Kan ook in Fortnite. Helemaal aan jou. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Peace out.